Hi, mijn naam is Irina Hoffer. Mijn bedrijf heet Gebarenrijk en ik ben presentatiecoach. Nee, ik ben niet de perfecte presentator, maar ik kan jou wel leren beter te presenteren. En hoe doe ik dat? Ik let op 4 dingen. Dat is lichaamshouding, je mimiek, je stem en doeltreffende gebaren. Deze allemaal samen zorgen ervoor dat je je verhaal beter kan vertellen, zodat het goed overgedragen wordt op je publiek. Vandaar Gebarenrijk. De komende weken geef ik je graag een paar tips. En ik denk dat je ze eigenlijk wel weet, hè? Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar het is goed om er weer even bewust van te zijn. En daar help ik je graag bij. Tip nummer 10. Heeft te maken met je stem. En het gaat erom dat als je aan het praten bent voor een publiek, dat het wel eens voorkomt dat je wat zachter begint te praten, dat je het wat lastiger vindt, dat je even na zit te denken. En als je dat doet, dan merk je al dat je stem zachter wordt. Maar als je iedereen wil bereiken in de zaal, is het belangrijk dat je juist op een goed volume, goede sterkte praat, zodat alles zelfs achter in de zaal gehoord kan worden. Heel belangrijk, dus let op je volume als je iets presenteert. Zorg ervoor dat iedereen je kan horen. Zo, dit was de tip. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Je mag hem delen, geen probleem. Juist heel erg leuk als je dat doet. En denk je in de toekomst misschien een keer van, oh, ik heb een presentatie, ik wil eigenlijk wel iets verbeteren in de manier van vertellen, de manier van presenteren. Aarzel niet, neem gewoon contact met me op. Dan kunnen we overleggen of ik iets voor je kan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Hier is mijn e-mailadres en mijn website. En ik hoop tot ziens.